Spitsmijden betekent dat we proberen de automobilist buiten de spits de stad in te laten rijden. Dus mijd de spits. Daar komt kort op neer. Deelnemers krijgen een vast bedrag per maand. Voor elke keer dat hij of zij wel in de spits rijdt, wordt een klein bedrag daarvan afgetrokken. Waarom doet u mee aan spitsmijden? Ja, om eerlijk te zijn voor het geld. Want? Het is voor mij eigenlijk makkelijk om een alternatieve route te rijden over de snelweg. Zeker nu de snelweg gewoon beter begaanbaar is. Ik heb natuurlijk wel wat alternatieve routes uitgezocht met de bus wat mogelijk is. Maar voor mij is het makkelijkst om gewoon de snelweg te pakken. Omdat ik wel belangrijk vind dat de resultaten die gemeten worden, dat mensen daar daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Om het rijgedrag van de mensen goed waar te kunnen nemen. En uiteraard in de hoop dat ze daar in de toekomst zeer positieve dingen mee kunnen doen. Nou zou je zeggen, A2 is klaar, spitsmijden is niet nodig. Dat zou je kunnen zeggen, de wegen zijn perfect in orde. Maar het probleem is dat als we met z'n allen tegelijkertijd de stad in willen gaan, dat je dan in de problemen komt. Dus spreid dat woon-werkverkeer gedurende de dag in de spits, maar ook daarbuiten. Ik zal persoonlijk in eerste instantie gaan proberen om een andere route te gaan zoeken. Want ja, om echt mijn hele werktijden te gaan aanpassen, daar zal mijn directeur ook niet helemaal blij mee zijn. Dus ik ga gewoon proberen om de A67 en de Ring Eindhoven te volgen en kijken hoe de doorstroming daar is. U krijgt voor de proef ook een PDA, een handcomputertje zeg maar. Wat kan je daarmee? In ieder geval kijken waar verkeersopstoppingen zijn. Om files te ontwijken of juist net de drukkere knooppunten te ontwijken. Parkeergarages checken hoeveel plaats er is, wat het kost. Dicht bij scholen krijg je de opmerking dat je dicht bij een schoolgaand gebied komt. Mm-hmm. Dus beter op moet letten. Dus ik ben wel van plan om volop te gaan gebruiken. Zijn er plekken in Brabant waarvan u denkt, daar zouden we spitsmijden ook kunnen inzetten? Dat zou misschien wel kunnen, maar ik zou eerst willen richten op de proef die we dus nu met deze twee steden doen, die per 1 oktober dus echt van start gaat. En dan denk ik dat het goed is om de ervaring die we hebben met de verkeersaanbiedingen in Brabant rond grote steden nog eens een keer samen te bekijken om te zien of dat we dat nog verder zouden moeten uitbreiden. Je kunt de spits natuurlijk mijden door een andere route te kiezen, maar ook door te fietsen, te carpoolen of het openbaar vervoer te nemen. De proef spitsmijden in Brabant loopt tot april 2012. Hoeveel gaat u straks op maandbasis overhouden? Ik hoop de volle map. Maar dat durf ik uiteraard niet te beloven. Maar ik ga dat in ieder geval in eerste instantie proberen.